Perkament maken is een ambacht dat al eeuwen oud is. Perkament is vooral bekend als schrijfmateriaal, met name voor handgeschreven teksten. Perkament is een dun, papierachtig materiaal dat wordt gemaakt van de huid van koeien, kalveren, geiten, schapen, konijnen of zelfs ezels. Het is genoemd naar de stad Pergamum in Klein-Azië, het hedendaagse Turkije. Het is daar niet uitgevonden, maar wel sterk verbeterd. Het oudste perkament dateert al van 2700 jaar voor Christus en is ooit gevonden in Egypte. De eerste geschriften werden opgetekend op papyrus, de voorloper van papier, maar dit materiaal was veel duurder. In de middeleeuwen werd perkament in Europa veel gebruikt om op te schrijven. Het papyrus bleek veel te gevoelig voor vocht en ook niet lang houdbaar in het natte Europa. Perkament gemaakt van kalfshuid had de beste kwaliteit. Vaak werd het purperrood geverfd en beschreven met zilver of goudkleurige inkt. Het was daardoor ook duurder dan andere perkamentsoorten. Perkament van kalfshuid werd ook wel vellum genoemd. Perkament heeft gemiddeld een dikte van ongeveer 0,6 mm. Maar er zijn variëteiten die aanmerkelijk dunner of dikker zijn. Dit is afhankelijk van de gebruikte soort hout. Het is in elk geval belangrijk dikker dan het huidige schrijfpapier zoals wij dat kennen. De fabricatie van perkament is een langdurig en bewerkelijk karwei. De huid van een dier wordt langdurig geweekt in stromend water om het zacht en schoon te maken. Daarna wordt de huid in kalkwater gelegd, waardoor de haarwortels en vleesresten los gaan zitten. De haar- en vleesresten worden uiterst voorzichtig verwijderd met behulp van een sikkelvormig mes. Het is juist de bedoeling om geen beschadigingen toe te brengen aan de dunne huid. Hierna wordt de huid gespannen op een houten raam, waardoor het een glad oppervlak krijgt. In deze tijd gebruiken we klemmen, metalen klemmen. Die zetten we op de huid en dan met de touw spannen we aan. En door de pech te draaien trekken we de huid strak. Dat is, die pechen is het middeleeuwse systeem, dit is het moderne. In de middeleeuwen gebruikte men kiezelsteentjes waar men dan de huid omheen legde. En dan met een touwtje, een knoop, kon men de huid vast trekken. Dat was een heel goed systeem, de huid scheurde vrijwel niet. En dan hetzelfde systeem van nu, naar de pech toe, om hem strak te trekken. Vervolgens wordt het perkament nogmaals afgeschraapt en tenslotte gepolijst met puimsteen en kalk. Na het drogen wordt het op maat gesneden. Pas na al deze bewerkingen is perkament geschikt om te beschrijven.
Wat hier op tafel ligt zijn vellen perkament. Verschillende soorten. Deze is een kalfsperkament. Mooi egaal afgewerkt. Dit is de haarkant. En heel opvallend is hier dat je die halve maantjes ziet steeds. En dat is het gedeelte tussen de clips dat niet erg gespannen heeft gestaan. Perkament is wit getrokken huid. Wanneer je het niet goed spant, wordt het transparant. En dat is gebruikt bijvoorbeeld in dit spel. Kalfsperkament, niet gespannen. En wordt geheel transparant. Je kunt, ja, wel niet als glas, maar toch, het licht kan er heel goed doorheen. Het is tot in onze eeuw gebruikt voor raampjes in boerderijen bijvoorbeeld.